In deze video ga ik een aantal Stunstep gerelateerde vragen van jullie beantwoorden en uitleggen. Doe alvast een blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal hier beneden, want je kan vandaag een SD Scooters t-shirt winnen. Yes, welkom bij een gloednieuwe video. Ik zit vandaag weer in mijn woonkamer en lekker op de stoel. Want ik heb op Instagram een post gedaan waarin jullie een aantal vragen konden stellen aan mij over stuntsteppen. Ik heb een aantal van jullie vragen uitgezocht en ik ga ze nu bekijken. Oké, ik heb ze hier op mijn telefoon staan en de eerste vraag is van Sil Buis. Shoutout naar jou bro en hij zegt, mis je steppen op hoog niveau? Goh, momenten. Er zijn momenten dat ik echt denk van shit. Ja, stel je voor dat ik nu echt door was gegaan en waar was ik dan terecht gekomen? Snap je, had ik dan ook nu SD Scooters, had ik SD Academy, had ik MFP, snap je? Waar stond ik nu? Dat zijn wel vragen die ik mezelf afvraag, maar goed, je wordt ook ouder, je groeit daar een beetje uit. Je ziet zoals een Leo Spencer bijvoorbeeld, die is ook iets meer gefocust op het grotere leven daarna. Uiteindelijk zou je toch nooit van steppen echt kunnen blijven presteren op hoog niveau, omdat het een sport is die geschikt is voor gewoon iets jongere mensen en niet mensen van bijvoorbeeld 30, 35. Die kunnen gewoon niet meer meedoen aan een wedstrijd op dat niveau. Daarnaast heb je ook heel veel andere verantwoordelijkheden waar je rekening mee moet houden. Dus, om op de vraag terug te komen, ik mis het niet echt, maar ik zou wel nieuwsgierig zijn waar ik had gestaan. Snap je? Oké, de tweede vraag is van Mart.Scoot. Hij zegt, hoe kan je je voorbereiden op een wedstrijd? Oké, heel belangrijk. Een wedstrijd voorbereiden is echt het allerbelangrijkste wat je moet doen als je naar een wedstrijd gaat. Als je naar een wedstrijd gaat en je moet op de dag zelf nog een run gaan verzinnen, je moet die nog zelf gaan oefenen, geloof me, dan wordt het 3 keer niks. Het is heel belangrijk om als je bijvoorbeeld een wedstrijd mee gaat doen in Skateland of ergens anders, weet ik veel, dan moet je daar gewoon al een keer geweest zijn voordat je daar een wedstrijd aan meedoet. Waarom? Op de wedstrijddag zelf zal het super druk zijn en zal je waarschijnlijk ook nog zenuwen hebben en als je het niet gewend bent om met zo'n drukte te rijden, dan ga je niet eens durven rijden. Snap je? Dan ga je niet eens tussen die mensen durven duwen en oefenen. Er zijn zoveel mensen op het skatepark dat je niet eens je hele run kunt oefenen. Dus tip nummer 1 is, zorg dat je op een andere dag van tevoren al je run gaat oefenen. Daarna de tweede tip, dan kom je uit bij je run. Hoe moet je die nu gaan samenstellen? Volgens mij was er nog een andere vraag van iemand anders die er ook op terugkwam, dus ik ga er nou een beetje wazig overheen. Komt dadelijk nog, dus blijf zeker weten kijken. Maar zorg ervoor dat je in het begin gewoon altijd weet welke run je gaat rijden. Dus waar je precies gaat rijden, snap je? Dus je gaat eerst over een box, dan ga je kwart erover, dit. En dan pas moet je er eigenlijk tricks aan gaan toevoegen. Ga niet eerst denken van, oh, de box kan ik mijn beste trick. Dus daar ga ik beginnen als dan de rest helemaal in het water valt. Dus dat is sowieso een heel belangrijke. Voorbereiden op een wedstrijd is, ga van tevoren oefenen. Zorg dat je een run hebt. Zorg dat je goed geslapen hebt de dag van tevoren. En zorg dat je op tijd bent, zodat je goed kan opwarmen. Dat zijn eigenlijk de 4 tips die ik zo 1, 2, 3 kan bovenhalen. Die eigenlijk wel het allerbelangrijkste zijn als jij mee wilt doen aan een wedstrijd. Yes, wil je met onze teamrijders een privé sessie doen, prijzen winnen en een tombola in de bus? Kom dan naar onze uitstap op 16 februari naar de Promise in Heerlen. We gaan een super vette privé sessie doen. We hebben super vette prijzen. Echt waar, niet normaal. Ik laat hier eentje zien. Ik laat hier eentje zien. Dus daar moet je bij zijn. Daarnaast gaan we in de bus ook nog een tombola doen. En gaan we gewoon super veel plezier hebben met z'n allen. We hebben 2 uur privé sessie voor onze groep alleen. En daarnaast kunnen we nog 3 uurtjes met andere mensen steppen. Wil je daar nu bij zijn? Klik dan eventjes op de link hieronder deze video. En ik hoop jou daar te zien. Dan gaan we door naar vraag nummer 3. En dat is van Jalke_Scoot. Hij zegt, hoe krijg je motivatie terug? Laat me 1 ding duidelijk zijn. Motivatie is er nooit voor eeuwig. Echt waar, voor iedereen die elke sport doet, kan dit benadrukken. Motivatie in steppen is wel een dingetje dat ik steeds vaker hoor. En dat zijn de redenen vaak dat mensen stoppen. Maar dan moet je eventjes terug gaan denken. Dan moet je even terug gaan denken van, waarom ben ik ooit begonnen met steppen? Is dat voor het plezier? Of is dat om een sponsor of iets anders te bereiken? Of eerste te worden en weet ik veel wat? Of daarnaast is dat om het beste te worden in wat je doet. Want als jij bijvoorbeeld de tweede... Oh. Dit gaan we niet doen. Als je bijvoorbeeld de tweede doet, werken voor een sponsor of voor bijvoorbeeld een plaats te halen, dan zie je heel vaak dat mensen bijvoorbeeld een sponsor hebben en dan is alle motivatie. Dat komt puur en alleen omdat je ergens naartoe werkt en je behaalt het doel en dan is er niks meer. Snap je? Dan is het gewoon klaar en dan ja. Terwijl het moet altijd starten van nummertje 1 of nummertje 3 en dat is plezier hebben en de beste willen zijn in wat je doet. Als je die 2 dingen gewoon doet
dan ga je bijna altijd motivatie hebben. Daarnaast is er nog een ander geval van motivatie, van zin hebben als het ware om te gaan steppen. Ja, dat ligt er gewoon aan van in welke periode je ook in je leven zit. Plus, maak plezier. Ga van die kleine dingetjes oefenen. Ga van die kleine wins pakken. Ga niet meteen als je quadkickles kan proberen een whip erachterna. Als dat niet lukt, ja, dat motiveert niet. Maar als je bijvoorbeeld nog nooit gegrind hebt en je gaat allemaal kleine tricks leren op het skatepark en samen met vrienden steppen, geloof me, dan gaat je motivatie echt wel terugkomen. En als je merkt dat die dan niet terugkomt, ja, dan is jouw tijd in steppen gewoon voorbij. En ga het dan ook niet forceren. Laat het gewoon gaan en volg gewoon je intuïtie, je hart erin. En hoop erop, of ja, vertrouw erop dat jij de juiste keuze maakt. Dan gaan we door naar vraag nummer 4. En dat is Jelle Kuipers. Die zegt, ik ben niet zo goed in steppen. Kan ik nog steeds meedoen met de benenscoot? Jelle Kuipers, tuurlijk. Benenscoot, dus BNK, is voor iedereen geschikt. Van groot tot klein, van beginner tot gevorderde, tot pro, tot gesponsord, weet ik veel wat. Dus zeker weten, Jelle, is dit ook geschikt voor jou. Dadelijk, over een paar minuutjes, gaan we het shirt uitreiken en ga ik er een kleine challenge aan vasthangen die jullie allemaal mee kunnen doen. Dan hebben we de volgende vraag van toon.toon.to. Hij zegt, tips om hoger te springen zodat je niet flat landt. Oké, ik denk dat hij bedoelt op een ramp. En dan is één ding, door je benen gaan. Ik zie heel veel mensen die gaan volle snelheid, snelheid, snelheid en die vliegen super ver, maar die komen niet hoog. Waarom? Omdat ze gewoon vooruit gaan en ze gaan met de ramp mee. Als jij zorgt dat je echt door je benen gaat en dan omhoog popt in de plaats van vooruit, dus echt door je benen, en als je uit de rem komt, hup, uitstrekken. Dan ga je echt die hoogte krijgen, plus aan je stuur natuurlijk meetrekken. Zorg ervoor dat je spanning op je stuur krijgt, door je benen gaat, niet te veel naar achteren, want dan ga je achterover vliegen, maar gewoon door je benen gaat, en als je uit de rem komt, hup, omhoog. Dus echt die benen uitstrekken. Dus vooral belangrijk, door je benen gaan. Oké, dan gaan we naar de volgende vraag. En die is van Leandro Buizen. Maiji, let's go. Hij zegt, hoe gooi je het beste braai butter? Oké, ik ga eventjes hier een clip in beeld pakken. Dus, let goed op. Check de clip. Je gaat als eerste je stuur omhoog trekken, omhoog trekken, omhoog trekken. En wat heel veel mensen fout doen, is dat ze dan al meteen hun stuur draaien en die buttercup gaan gooien. Maar het is heel belangrijk om die braai te doen. Door te trekken, door te trekken, door te trekken. En hier onderaan pas je stuur te draaien en die buttercup te gooien. Want anders dan ga je en je evenwicht verliezen en gaat die braai buttercup niet rondkomen. Heel belangrijk tip, neem dit mee. Trek je braai goed door tot die weer bij het beginpunt is. Doe daarna pas je stuur draaien. Heel veel succes, Leandro. En ik zie hem normaal op Instagram verschijnen. Dan gaan we door naar de volgende vraag. En die is van Ami.Scoot. Hij zegt, hoe kan je kortingsbon gebruiken? Want het lukt bij mij niet. Op de website, onderaan in de winkelwagen pagina staat kortingscode veldje. Moest dat nu niet lukken, stuur mij eventjes een berichtje op Instagram wat er precies niet lukt. Of het met afrekening lukt, met ingeven of weet ik veel wat. Dan help ik jou meteen verder. Dan hebben we Jacobs. Ik denk dat ik het gewoon goed uitspreek. Hoe kan ik een betere step krijgen als je niet veel geld hebt? Nou, ik weet er nog heel goed van vroeger. Ik had ook niet veel geld toen ik mijn eerste step kocht. En wat je gewoon moet doen, is gewoon mensen rondvragen. Als je op Instagram ziet van, oh, die verkoopt iets, hup, probeer daar voor de helft of voor driekwart, probeer daar te kopen. Kijk goed rond en weet daarnaast ook, een betere step gaat jou geen betere stuntstepper maken. Ik heb heel lang op éénzelfde step gereden en uiteindelijk ben ik zo gewend met die step, dat ik gewoon al mijn tricks veel sneller kon leren, omdat je niet telkens moest wennen aan een andere step, snap je? Dus soms is het wel gewoon slim om dezelfde step te houden, dezelfde hoogte, dezelfde lengte, et cetera, puur en alleen voor het feit dat je dan veel meer went aan die step en ook gewoon letterlijk veel sneller tricks gaat landen. Dan gaan we door naar de volgende vraag en die is van Levi Boegem. Hij zegt, wie heeft jou het meest geholpen met SD scooters? Nou, ik denk uiteindelijk als ik moet kijken naar op welk vlak ga je dan kijken? Ik denk in de backend uiteindelijk ook mijn oude sponsor TSL brand Philippe. Echt waar, dikke shout-out naar hem zo nogmaals. Dat is echt niet normaal wat ik vroeger van hem gekregen heb, hoe het nu de samenwerking is, wat hij voor mij heeft gedaan, wat hij voor mij doet. Dat is echt waar. Als er iemand een dikke shout-out daarvoor krijgt, is het Philippe wel. Daarnaast ook Jurgen, waarmee ik MFP heb. Nu MyFitnessProgram. Die twee mensen sowieso die het kortste bij me staan. Daarnaast jullie. Snap je? Zonder jullie, zonder de YouTube-kijkers, zonder de kopers van SD Scooters of de deelnemers van de SD Academy, was ik nergens. Ligt allemaal jullie. En daarom wil ik ook dit t-shirt graag weggeven aan iemand die 1. Een duimpje omhoog doet op deze video. Daarnaast de tweede is het aantal video's dat op dit moment online staat. Deze video. Dus dit kun je ergens op het YouTube kanaal vinden. Zoek eventjes rond. Heb je het gevonden? Laat het dan hieronder weten. En daarnaast zorg ervoor dat je geabonneerd bent op ons kanaal. Dan kan jij een t-shirt winnen. Ik maak deze bekend in de volgende video. En natuurlijk krijg je jouw eigen maat.
Let's go. Dan gaan we door naar de allerlaatste vraag. En die is van matskorf_scoot. Hij zegt, hoe bedenk je een goede run voor een wedstrijd zoals PNK? Daar hebben we net al een beetje over gehad. Maar de eerste stap die je daarvoor moet doen is, ga kijken hoe jij de run wilt doen. Doe het zonder tricks, maar ga gewoon kijken van, oké, ik wil zo rijden. En ga het timen, snap je? Ga het timen van hoe lang de run die jij in je hoofd hebt duurt. Super belangrijk als eerste stap om te doen. Ga zorgen dat dat een beetje goed zit. Ga zorgen dat je de juiste remps hebt. Ga zorgen dat je bijna niet moet bijtrappen. Heel belangrijk. Zorg dat je zoveel mogelijk snelheid bouwt om het skatepark. Hoog airen. Goed terug in de quarters landen, et cetera. Dat is stap nummer 1. Dan ga jij je tricks toevoegen. Zorg ervoor dat je die tricks nooit allemaal in één keer in een run gaat oefenen. Want waarschijnlijk gaat het vaak niet lukken. Deel je run op in 3 of 4 stukjes. En ga die apart oefenen. Als dat gelukt is, kom je bij stap nummer 3. Dan is het belangrijk om je run aan elkaar te plakken. En daarnaast te filmen hoe deze gaat. Misschien gaat het zo zijn van, oh, daar kan het nog iets beter. Of daar kan het nog iets vloeien. Daar kan ik dit aanpassen. Misschien moet ik een makkelijker trick doen hier. Misschien moet ik een moeilijker trick doen. Dan kun je zien waar je snelheid verliest, et cetera, et cetera. Dan ga je die filmen. Dezelfde dag ga je naar huis. Ga je die goed bekijken. En ga je desnoods tips vragen aan mij. Stuur je run door aan mij. Stuur je run door aan bekende rijders. En vraag om tips. Daar zijn mensen die er al heel veel verstand van hebben. En die al heel veel wedstrijden mee hebben gedaan. En die weten precies hoe een run moet zijn. Dus stap nummer 1. Bedenk je run in je hoofd hoe je hem gaat doen. Daarna ga je hem oefenen op je step. Stap nummer 2 is je run opdelen in kleine stukjes en die dan oefenen. Daarnaast je hele run in één keer oefenen en filmen. Stap nummer 4 is tips vragen aan bekende stuntsteppers zoals mij. Davy Sanders, Camille Weijer, Jesse Pust, etc. Die mensen zullen altijd wel een tip geven aan jou wat jij beter kan doen. Nou, ik wil je bedanken voor het kijken van deze video. Door als de blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal hier beneden. En laat weten wat voor vragen nog super handig zijn voor onze volgende Q&A. Ik check jullie de volgende keer. En zoals ik altijd zeg, laters!